Het is koud en het blijft de komende dagen nog wel koud en vriezen. Nederland is ontregeld en we mogen bijna officieel spreken van een koude golf. Ik ben in de Witte de Witstraat in Rotterdam om uit te vogelen hoe jij met deze kou omgaat. Ik kan je vertellen, het is niks voor mij. Hoe ga je om met deze vrieskou? Hoe ga ik om? Handschoenen. Ik heb dan net geen sjaal. Ja. Maar ja, voor de rest gewoon sterk zijn, hè? Ja. Goed eten. Mama's eten vooral, Surinaams. Ja. Dan komt het goed. Rijst, groente, vlees. Nou, ik denk dat ik zo meteen naar Hawaii ga of zo, want het is niks voor mij. Je trekt het helemaal niet. Nee, ik trek het niet. Hawaii, zijn er al plannen? Ga je op vakantie? Nee. Als ik de lotto win, dan ga ik op mag ik mee? Tuurlijk. Jij bent goed voorbereid op de kou. Zeker. Ja? Zeker. Hoe ga je om met de kou? Vooral binnen blijven. Gewoon mijn dikke bontjas aandoen. Ja? Ja. Ben jij sowieso een dame van de kou of heb jij toch liever warm? Nee, ik hou echt van de tropen. Ja? Ja, echt Caribische eilanden of gewoon China, Vietnam. Ja. Alles behalve deze kou. Wat gebeurt er allemaal met Nederland? Het is helemaal wit. Ja, nou ja, we hebben gewoon te maken met een vorstperiode. Er is niks aan de hand. Je hoeft je eigen niet te verbergen of zo. Ja, we hebben gewoon lekker koud weer en een lekkere laag sneeuw. Houden jullie van sneeuwpret en schaatspret of zijn jullie van een andere categorie? Nou, liever geen sneeuw. Ik hou ook niet van schaatsen en nee. Gewoon nee. Jij? Nee, ik ook niet echt. Yeah. Nee. Te veel lage kleding moet je dan aan en zo en nee. Ik heb wel eens geschaatst, ja zeker wel. Hoe is dat gaan? Saai, rondjes schaatsen. Het ging wel goed, het is niet moeilijk, maar het is saai. Vooral saai en koud. Schaatsen, skiën wel, ja. Maar alleen nu even niet. Als ik daar toevallig zou zijn en ik op schaatsen zou ook gaan schaatsen, ja. Wat voor het dan allemaal ben jij? Wat voor het dan allemaal? Eentje die kan schaatsen, eentje die kan schaatsen, ja, ja. Maar geïntegreerd. Hoe lang gaan we dit nog blijven hebben? Nou ja, naar het zich nu laat aanzien in ieder geval nog wel een week dat we in de vrieskou zitten. Overdag kan de temperatuur soms wel even dicht in de buurt van het vriespunt komen. Maar 's nachts blijft het matig vriezen. Soms kan er zelfs een beetje sneeuw vallen. Dus ja, het is gewoon super winters. Jouw tip voor de mensen om deze koude dagen door te komen? Vooral binnen blijven. Ja, binnen blijven en geen buitenactiviteiten doen. Veel salsa dansen. Ja? Ja. Daar word je warm van. Daar word je heel warm van. En heel veel yoga doen. En goed eten. Veel kroelen. Als je weg moet gaan, gewoon dik aankleden. Voor de rest, ja, precies wat wij zeggen. Gewoon thuis blijven als je nergens heen moet. Heb jij nog tips voor de mensen om deze strenge, koude winterdagen door te komen? Nou, lekker kleurwijn. Of lekkere warme chocolademelk. Erwtensoep. En nou ja, af en toe ook vooral genieten. Van de mooie plaatjes, want we hebben het alleen maar over de ongemakken, hè? Dat lees je overal. Maar ja, zoals je hier ziet, ziet het toch allemaal prachtig uit. Dus ook vooral veel genieten.